Kijk die armor, kijk die vleugels. Kijk hoe sick deze lui er eigenlijk uitzien, man. Damn. Hey, leuk dat je kijkt. Welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van de Lord Wastemount Survival seizoen 11 hier op VonoxNL. Dames en heren, ik ga jullie deze episode denk ik heel erg blij maken. Ik heb namelijk eventjes wat werk achter de schermen gedaan. Ik ben hier ook weer bij mijn huisje. De vorige keer was ik geëindigd in de Iron Hills. Ik heb daar toen ik weer ging spelen heel eventjes nog rondgekeken in de mine of ik nog wat kon vinden qua resources en zo. Toen ben ik weer hierheen teruggegaan. Hier staan mijn bodyguards nog steeds de lucht in de gaten aan het houden. Weet je, is ook nodig. En ik heb eventjes wat gedaan wat echt nodig was. Als jullie eventjes mij volgen naar binnen. Kijk eens eventjes. Kijk. Ik heb ervoor gezorgd dat we nu een kleine storage hebben. Ik heb het een beetje verdeeld. Dit zijn dus gewoon alle bouwblokken die ik misschien ooit nodig heb. Dit is een beetje meuk eigenlijk wat ik hierin heb zitten. Het is ook echt nog niet helemaal niet zoveel. Maar eigenlijk dingen waarvan ik denk van ja, geen idee waar ik het kwijt moet. Dus dan maar hierin. Hier heb ik natuurlijk al mijn gold ingots, iron. Dit soort dingen. Rubies, topaz, mijn ambers. Heb ik allemaal hierin gestopt. Hier zit nog niks in, dus daar heb ik nog plek voor iets anders. Misschien iets van eten of voor mijn farm of zo. Hier heb ik alle wapens en tools die ik ook nog over had. Dus bijvoorbeeld een hoe. Ik heb dat helemaal niet nodig om altijd in mijn inventory te hebben. En al deze armor natuurlijk is allemaal hartstikke leuk. Maar ik heb dat nu ook een plekje gegeven. Ik heb hier de drie dwarven forges neergezet die ik de vorige keer... Oh, kijk eens. Die ik de vorige keer uit de mine heb gehaald. Dus die krijg hier een mooi plekje. Dus ik heb een beetje werk gedaan. Een beetje mijn inventory gecleaned. Ik heb de pouwtjes samengevoegd. Ik heb schoot gemaakt. Dus deze zit vol met money. Oh, there we go. Ik heb 298 coins. Is best wel wat. Ik ga zo meteen dus ook een legertje weer kopen. En ik heb hier food. Look at that. Genoeg eten. Dat we in ieder geval weer lekker op avontuur kunnen. Ik moet nu wel eventjes iets. Ik pak wel even de cooked chicken. Dat ik in ieder geval altijd één food item in mijn hotbar heb. Dat is altijd wel fijn om te hebben natuurlijk. Dus, dames en heren, wat vinden jullie ervan? Ik heb een kleine storage. We gaan er natuurlijk ook nog uit kunnen breiden. Ik zat trouwens ook even te kijken naar mijn conquest records. En je ziet er hier nog steeds in bij Gondor dat het nog steeds gaande is. Dus hier spannen nog steeds NPC's van mij. Het is volgens mij wel aan het afnemen, want dit was eerst in de 40 qua conquest points. Hier heb ik nog wat bij de Lone Lands in de Angle. Nou, hier heb ik geen effect. Maar ik dacht, ik zou ook al iets hebben gehad in de Iron Hills bij Erebor, maar dat is dus niet het geval. Dus heb ik daar dan niet genoeg dwergen gekild? Of, I don't know. Ik heb er best wel wat gekild namelijk. Of, want ook al is het buiten mijn area of influence, dat is net zoals hier, maar dan zou het alsnog zwart moeten worden. Dus als jij weet waarom hier niet, laat het even weten in de comments. Alright, ik ga even kijken of mijn vrouw er nog staat. Jazeker, steeds op dezelfde plek. Ik weet niet waarom, maar zij blijft altijd hier staan. En ze heeft ook nog steeds een quest voor me. Slay 20 Men of Gondor, dat gaan we niet doen. Wat ik wel ga doen, en dan ga ik ook even mijn red book erbij pakken. Wij gaan eindelijk eventjes deze Swan Knights killen. Ik wil namelijk al heel graag heel lang naar de Swan Knights. En we moeten even realistisch zijn. Ik heb hier natuurlijk de boot. En ik ga ook weer eventjes een sign erop zetten natuurlijk. Twee deze keer zelfs. Alleen, als we ook even op de map kijken... Ik had bedacht dat ik met de boot helemaal hier zo heen zou varen, hier omheen. En dan naar boven. En dat we dan hier in Dor en Erniel uit zouden komen. En dat we dan vanaf de onderkant zo het gebied gingen veroveren. Kan nog steeds. Alleen, het is echt heel erg ver varen. Dus hoe ga ik daar een episode mee vullen? Weet je, daar zit ik nog een beetje mee. Hoe ga ik dat opvullen? Hoe ga ik dat doen? Dus ik wil gewoon echt wel heel graag de Swan Knights alvast even zien. We kunnen het alvast een beetje... We kunnen ze alvast een bezoekje brengen, laat ik het zo zeggen. Dus dat gaan we ook gewoon doen vandaag. Maar die hele boottocht, moet ik nog even over nadenken hoe we dat precies gaan doen. Want het is echt heel erg ver varen. En ja, ik zou niet... Ik kan het ook opdelen natuurlijk, maar als jij er ideetjes voor hebt, laat het ook vooral weten in de comments. Is allemaal hartstikke welkom. Dan is het nu weer tijd voor twee nieuwe namen. Naast gewoon Ruben was de laatste keer. De eerste is Victor... Ja, Kuppens... Hij zegt, ik kijk al sinds jouw Kingdom-serie. Ik weet niet of ik ook zo lang ben geabonneerd. Ik kan trouwens nergens meer die video's vinden. Nou, mijn Kingdom-video's staan nog steeds online. Dat is heel lang geleden. En ik ging even kijken hoe lang deze Victor is geabonneerd. En er staat 5 jaar. Holy shit, dude. 5 jaar abonnee. Welkom op de boot. En we hebben nog een special guest deze keer. En dat is onze Niels IVD99.
jullie kunnen Niels kennen, onder andere van de Order vs. Chaos video's. Hij zit in het bouwteam, hij is ook vaker in video's geweest. Dus Niels, there you go, je wilde graag een plekje. En Victor, welkom op de boot. Ik dacht ik kijk even toevallig hierin, maar ik heb hier dus ook nog heel veel spul. Laat ik dit ook gewoon even snel sorteren. Dan hebben we echt alles gesorteerd. Dat is wel een lekker gevoeltje hoor. Gewoon alles lekker in chests waar het hoort. En dit soort boeken, ja, hartstikke leuk. Maar ik ga dat nooit lezen. Misschien een keer als ik offline... Of nou ja, ik speel sowieso offline. Maar als ik in mijn eentje aan het spelen ben en ik wil echt de lore en ik wil er helemaal inkomen, dat ik dat dan ga doen. Maar I don't know. Ik voel er nog niet heel veel voor om al die boekjes door te gaan lezen. Misschien doen jullie dat wel. Dan ben ik wel eigenlijk benieuwd naar of jullie echt die boeken gaan lezen die je allemaal vindt. Er staan misschien vast wel leuke dingen in hoor. Daar niet van, maar I don't know. Ik ga trouwens wel even deze boots meenemen. Want ik moet nog steeds natuurlijk een nieuwe Black Numenorian boots halen. Die moet ik maar weer een keer uit een tempel halen. Dat gaan we niet doen. Ik ga nu... heb ik alles bij me wat ik nodig heb? Dit is wel prima. Oké. Een boot is altijd handig om mee te hebben, jongens. Don't judge. We gaan nu, en ik heb daar een waypoint voor aangemaakt. Moet ik even naar buiten lopen. Zo, dan kunnen we de map zien. Ik heb hier eventjes een waypoint gezet bij de barracks. Die had ik namelijk nog niet. Dus daar kunnen we nu eventjes heen teleporteren. En dan kan ik hier weer een legertje gaan aanschaffen. Want dat is hard nodig. Ik heb alleen natuurlijk mijn bodyguard, nog twee. En ik moet gewoon weer nieuwe mensen gaan kopen. Dus hier hebben we de captain, de Umbar captain, Hire. En dan gaan we weer gewoon wat mensen kopen. Een banner bearer. Ik denk wel dat ik die ook moet hebben. Banner bearers provide various combat improvements to nearby NPCs of the same faction. Maar hoeveel hiervan moet je er hebben? Een stuk of 3 misschien? 48, ze zijn wel duur. Ze zijn sowieso duur trouwens. Ik dacht dat ik dikke korting had gekregen. Maar dit vind ik nog steeds vrij... Nou, ik weet niet. Anyway, we gaan ze maar gewoon kopen. Even kijken hoeveel... Even kijken, ik moet dan... Hier had dat, ben ik natuurlijk nog steeds een warrior. Oké, dikke prima. Ik ga een squadron maken, een nieuwe squadron. Ik weet niet meer wie deze naam heeft bedacht. Maar iemand had dit ooit in de reacties achtergelaten. De Southern Legion vind ik wel echt heel tof klinken. Dus ik ga het gewoon zo doen. Mag ik ze niet kopen? Heb ik geen 150 alignment meer? Of moet ik daarvoor... Wacht, ik heb geen coins. Ik hoop dat dat het is. Volgens mij moet ik mijn coins in mijn inventory hebben, anders werkt het niet. Toch? Oké, het werkt wel. Ik dacht al, heb ik iets met die dwergen? Heb ik toch een alliance met de dwergen? En heb ik die per ongeluk allemaal lopen killen daar? Maar nee. De Southern Legion, laten we even kijken. Sowieso dus... Nou, laten we 1 banner bearer. Horseman vind ik een beetje onhandig om mee te nemen. Dus ik doe in ieder geval ook 1, 2, 3 archers. 4, 5. Oh. En ik ben door mijn geld heen. Ik dacht dat ik meer had. Oh shit. Dus wat heb ik nu? 1 banner bearer en 5 archers. Oké. Dat is een karige Southern Legion, moet ik toegeven. Shit. Ik had verwacht dat het wat groter zou zijn. Oh man. En ik moet eigenlijk ook eventjes deze. Oeh, ik hoop dat jullie nu mee teleporteren trouwens. Als ik terug ga naar mijn... Ja, er komen er al een paar. Oké, er zijn er 3. Vaag, klopt niet helemaal. Ik ga snel even deze horns instellen dat ze dus voor de Southern Legion zijn. Ik had ook een iets kortere naam kunnen kiezen, was misschien handiger geweest. Zo, en die. Zo. Oké. Is iedereen er? Of zijn het er nog steeds maar 3? Waarom teleporteren er alleen maar 3 mee? Dat is toch raar? Want hier bij de barracks staan er dan nog... Waar zijn die andere 2? Oh nee! Oh, ze zijn er. Oké, ze zijn allemaal. Top. Oké, dit is nice. Ik ga eens even ready. Ja, dat doet dus niks, want hij stond al op ready. En summon, dan komen ze naar mij toe waarschijnlijk. Oké. Guys, are you ready for an adventure? We gaan namelijk naar Dor en Erniel. En daarvoor moeten wij... Even spieken. 20 Swan Knights killen. Dat moet te doen zijn. Ik heb alleen geen waypoints hier, zie ik. Dus dat is wel een beetje vervelend. Dan moet ik maar gewoon ergens in teleporteren. Maar met fast travel werkt het wel beter. Alleen, ik heb niet echt een gebied waar ik heen kan. Snel. Ik zou hierheen kunnen, maar dan moet ik nog vet ver lopen. Laten we maar gewoon naar Tarnost gaan. A city in Gondor built in ancient days by elves who have long since sailed west. Oké. Het is gebouwd door de elven dus. Oh. Er werd iemand gedamaged. Ik weet niet wat er gebeurde. Oké, laten we daar gewoon heen gaan. Het zou kunnen dat ik natuurlijk weer door de wereld heen val en dat soort dingen, maar
Let's give it a try. Tarnost. Here we go. Oké, dit ging vrij snel, moet ik toegeven. Alleen ik zie dat de helft van mijn leger is meegekomen. Dus ik hoop... dat... Oh shit, nu ben ik er nog steeds... Oh nee. Oh no. De rest staat nog allemaal hier waarschijnlijk bij mijn dorpje in Umbat. Oh, Umbar, sorry. Nou ja, dan kunnen we jullie alvast even testen of het wat is. Oh, en we beginnen meteen al. Zijn dit de Swan Knights? Dol Amroth Archer. Dit is toch wel de plek van de Swan Knights? Maar deze dudes zien ook wel sick uit, moet ik toegeven. Ja, dit zijn de Swan Knights, 100%. Kijk naar die helm. Oh, dat ziet er wel sick uit hoor. Als er nog een... ik zeg het steeds. Als er nog een seizoen komt nadat ik bij de dwergen ben gaan zitten. Dus misschien volgend seizoen. Dus dan wordt het seizoen 13. Als dat komt, dan... Yo, mijn bannerbearer is nu al dood. Maar dan is het misschien wel leuk om bij de... Dol Amroth bij de Swan Knights te gaan. Kijk hier. Kijk dit. Heb ik nog... Hallo? Ja, jullie zijn er nog. Ik heb nog 2 archers. 2 bodyguards. Maar dan is het wel sick om bij de Swan Knights te gaan misschien. Kijk dit. Dude, Ja, hier ben ik wel. Die kon ik natuurlijk verwachten. Kijk die armor. Kijk die vleugels. Kijk hoe sick deze lui er eigenlijk uitzien, man. Damn. Jammer dat ze geen groter deel zijn van de mod eigenlijk. Want ze... Ja, het is ook wel logisch. Ze wonen alleen in dit gebied, maar... Kijk die vleugels, joh. Dat is toch super sick. En dan vind ik mezelf er al wel cool uitzien natuurlijk met mijn helm en zo, maar... Damn. Ik heb wel een achievement gekregen. Swan Slayer. Kill a Swan Knight of Dol Amroth. Hell yeah, dude. Ik heb ook geen idee of hier überhaupt gebouwen en zo te vinden zijn. Maar daar gaan we ook even naar kijken. Oh nee, ik heb geen arrows meer. Oh, wat gebeurt er allemaal? Ik start ineens allemaal programma's op. Oh, en ik kijk naar de zon. Dat is nog veel irritanter. Oké, laten we even een stukje gaan lopen in Dor en Ernil. Hey, hier staat nog iemand. Een corsair van Umbar. Spannen jullie hier ook gewoon? Of is dat nu omdat ik hier conquest aan het doen ben? Zo snel? Interesting, interesting. Het landschap tot zover. Nou ja, niet heel spannend. Moet ik toegeven. Maar er spannen wel allemaal corsairs hier. Moet je kijken, joh. Maar dat moet al gewoon... Yo, echt vet veel. Oh, dit is een Harnador Warrior. Is dat echt zo snel omdat ik dan nu die conquest points heb gekregen? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Of ze spannen hier gewoon sowieso al. Oh, ik zie een gebouwtje. Let's go. En ik zie alleen maar Harnador Warriors. Hallo, dit is niet helemaal de bedoeling. Ik moet Swan Knights killen. Nee. Ja, deze. Ja. Ik heb 1 Swan Knight gekillt. Shit, ik moet er nog 19. I mean... Waar is de rest? Right? Waarom spannen er allemaal Harnador Warriors? Ik bedoel, prima. Kan ik wel gebruiken, aangezien de helft van mijn leger niet is meegekomen. Leger. Groepje. Groepje mensen. Maar wel vaag hoor. Oké, daar staan er nog een paar. Kijk dit. Een soort outpost, denk ik. Oké, hier staan 4 archers. Super vervelend. Ik heb wel mijn armor, trouwens, heb ik even gecheckt voordat ik wegging. Is nog vrij, dacht ik, niet kapot, zeg maar. Daar kunnen we nog even mee door, want ik dacht, ik wil niet hebben dat er nog meer van mijn armor stukken kapot gaan. Dan moet ik weer naar... Oh my god. Oh god, ik ga neer. Dan moet ik meer naar de woestijn en daar heb ik geen zin in. Dude. Maar dit zijn ook helemaal geen Swan Knights. Ik moet die Knights hebben, niet die freaking Archers. Die zijn zo irritant. Oké, Southern Legion. Come on. Laat zien wat jullie kunnen, guys. Hier, there you go. Dude, we krijgen wel dikke alignment hiervoor. Moet je bovenin eens kijken, joh. 416 alignment heb ik nu met Nir Harad. Dat is best wel netjes. Dat is lekker veel. Ik word alleen echt kapotgeschoten door deze Archers. Nou, super irritant. Als ik er nu over nadenk, had ik misschien beter Corsairs kunnen huren. Want als die units killen, tenminste dat zeggen jullie in de comments, dan krijg ik daar meer coins van. Heb ik nog niet echt ervaren de vorige keer. Eigenlijk had ik wel bodyguards ook mee moeten nemen. Maar oh, dit is Condor. Condorians. Nee, get the hell out of here, Dunne. Hell no. Nee, niet op schieten. Oh, daar zit wel een Swan Knight. Oké, kunnen we hier naar binnen of moet ik dat dan via de brug doen? Oh, het is een hele groep. Het is een hele groep. Oh, shit. Oké. Oh, hier staan toevallig wat Harad Umbar Corsairs. Aha. Oké, dat is handig. Is nou mijn andere unit ook dood gegaan? Ja, we hebben nog maar 1 Archer.
Oké. Weet ik ook meteen hoe goed die units zijn. Die zijn echt super... Uh-oh. Super shitty. Here we go. Come on. Hallo? Jullie mogen naar buiten komen. Oh, en dan komen ze meteen allemaal naar buiten. Het leek alsof ze nog voor een onzichtbare deur stonden. Ik ga ze even naar die Corsair units lokken. Help. Help, please. Ja, val ze aan. Schiet. There we go. Oh, niet op het paard. Come on, guys. Dat is niet nodig. Man at Arms heten deze units. Dus dat zijn wat mindere soldiers dan, denk ik. Don Amroth, Man at Arms. Interesting. Maar ik heb Swan Knights nodig. Dat zijn jullie natuurlijk allemaal niet. Jullie zijn net wat minder. Ik heb die units nodig. Die dikke units met die vleugels. Maar we gaan natuurlijk wel even binnen in het torentje kijken. Lekker de deur dicht. Wat hebben jullie allemaal? Allemaal drank. Oké. Hebben we iets? Nog meer drank? Nope. Is er nog iets van waarde misschien? Een table of command? Oh, dit is een Swan Knight. Het is een Don Amroth Captain. Ik weet niet of die ook telt. Hij heeft wel vleugels. We gaan het meemaken. Au. Ouch. There we go. En hij telt wel mee. Kijk eens. 2 van de 20, jongens. We komen er wel. Oh, en hier is verder helaas niks. God damn. Yo, als ik zo'n armor piece kan bemachtigen met die vleugels... is misschien wel leuk om ook eventjes aan te trekken. Ik denk dat het misschien iets minder armor geeft dan mijn Black Numenorian armor. Maar we kunnen het altijd wel proberen. Waar is mijn laatste archer? Oh, die staan al steeds naar boven te schieten. Ja, maar ik heb geen zin om met die Gondorians te vechten. Daarvoor ben ik hier ook niet. Oh, er is hier een boomfarm. Kijk eens op de map. Dit is een boomfarm. En meestal betekent dat, dat er... Ik weet niet wat dit is. Daar kunnen we even naar gaan kijken. Maar dat betekent meestal dat er een dorp in de buurt is. Want daar zit het meestal aan vast. Maar we kunnen nog een stukje deze kant op lopen. Dit is een ruïne. En ik weet nou niet of hier nou wel of niet iets onder zat. Ik heb heel veel episodes gehad. Of seizoenen gehad. Dat ik altijd langs zo'n ding liep. En dan waren jullie altijd tegen mij aan het schreeuwen in de comments. Dat hier iets onder lag. Maar ik weet nou niet of je dan een bepaald blok moet hebben wat je weg moet halen. I don't know, guys. Misschien loop ik nu weer iets mis. Misschien dat ik hier even research naar moet doen. Maar ik denk niet... Ik kan niet zo snel niks vinden. Dus als ik echt terug moet, laat het me weten in de comments. En dan ga ik wel een stukje teruglopen. Ik weet waar het zit en het valt op hier zo. Oh, verderop is nog iets. Lijkt het wel. Tenminste, ja, oh, dit is weer gewoon een beacon tower. Maar er spannen niet heel veel Swan Knights. Misschien dat ik dan net geluk met dat groepje die ik tegenkwam toen ik hier toevallig inteleporteerde. Ergens bij Tarnos, dus in de buurt, waar ooit een grote stad was. Gebouwd door elven. Oh, kijk, hier is weer een archer. Maar ik heb Swan Knights nodig. Swan Knights, please. En de Gondorians hebben hier dus ook vestigingen. Dat is ook wel grappig om te zien. Een soort, nou ja, niet samenwerking. Het zijn gewoon dezelfde soort mensen. Een soort van. Maar wel leuk om te zien dat ze dan bij elkaar intrekken. Wat is dit voor vaag landschap, joh? Oh, dit is gewoon de... Ik denk dat het een heuvel is die naar de... Die afloopt naar de weg. Niet heel veel Swan Knights, moet ik zeggen. Dat vind ik wel jammer. Want zo, ik moet er nog 18. Maar het gaat echt wel even duren voordat we die nog tegen gaan komen, denk ik. Maar zijn ze nou zo schaars? Net zoals die... Die Rangers of Ithilien, die ik ook echt niet... Maar ik heb ze gewoon niet gevonden. Die ik gewoon niet kon vinden in het gebied waar ik heen ging toen. Ik weet even niet meer welk gebied dat precies was. Maar ik kon ze niet vinden. Dus dat was frustrerend. En ik kom nu ook geen Swan Knights meer tegen. Wel allemaal Harad Warriors. Dus heb ik dan zoveel Conquest Points al hier? Ik weet het niet hoor. Ik kan het zo even gaan checken. Kijk, hier heb je weer zo'n ruïne. Wellicht met loot eronder, maar ik denk het niet. Dus ik ga het ook niet helemaal uitgraven, want dat is... ik denk niet dat het zin heeft. Maar ik denk dat ik hier al Conquest Points nu heb opgebouwd. Dat hier dus al het een en ander spawnt. Want er spannen meer Harad en andere units dan echt de Swan Knights waar ik hier eigenlijk voor kan. Dus dat vind ik wel een beetje zonde. Het is ook allemaal dicht bebost. En ik denk niet dat ik in deze dikke bossen nog een andere Swan Knight ga vinden. Dus als ik nu niet zo 1, 2, 3... Oh, ik heb ook geen eten meer. Ik wou zeggen, als ik nu ook niet zo 1, 2, 3 er eentje ga vinden... dan ga ik gewoon even terug teleporteren naar mijn huisje. Want ik heb nu wel de... fast travel points hier unlocked. Dus dat is chill. Dus dan ga ik even kijken of ik hier al conquest points heb in mijn table of command. Als ik niet heel snel nog... Oh! Hier wordt wel gevochten. Ah, dat is geen Swan Knight. Ik ga ze wel even helpen. Let op. Here we go. Woep! Oh! Ik weet niet of die geraakt had. Oh! Goed bezig, guys. Southern Warriors.
Klinkt een beetje als de Southern Legion, maar die is natuurlijk veel beter dan jullie. Oké, laten we even kijken. Ik ga weer eventjes terug. Ah, ik heb natuurlijk ook nog maar een heel klein stukje geëxploreerd. Het lijkt altijd meer, maar als je dan zo kijkt, dan denk je echt van, het valt hartstikke mee. We gaan even terug naar mijn huisje. Hier moeten dan... Nee, bij de barracks staan waarschijnlijk nog de rest van mijn Southern Legion. Nog een stuk of 2 of 3 units. Als ik dan even hierin kijk, heb ik dan al conquest gemaakt hier? Ah, oké. Kijk, wel dus. Dat gaat ook best snel. Dus hier spawnen nu al die units. Maar dat zijn er best wel veel dat er al spawnt. Ik bedoel, ik had er pas een paar gekilled. En er spawnen al best wel veel units. Dus wat dat betreft gaat het conquest wel heel snel. Maar misschien ook een beetje te snel. In ieder geval, in de volgende episode gaan wij weer terug naar naar Dor en Emnio. En gewoon de quest afmaken. Hopelijk vonden jullie deze episode leuk. Zo ja, doe natuurlijk eventjes een blauwe omhoog. Dan zie ik jullie heel graag in de volgende episode weer terug. Zelfde plek, zelfde tijd, morgen. Avond, nee sorry, vrijdagavond. Dit is nu woensdagavond. Nogmaals bedankt voor het kijken. En later. God damn it, fuck you. What the hell? God damn it. God damn it, freaking elfhard. God damn it, sterf. Fuck you. What the fuck? What the hell? Fuck you. God damn it. God damn it. What the hell? Fuck it. Oh damn, shit. What the hell? Finish, faggot. Jesus. Fucking Christ, what the hell? Holy shit. Kut. Zo faggot, ik zeg.